Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met Wereldse Gebeurtenissen, filmpje 70. En zoals jullie zien, zit ik in mijn atelier. De monteur is druk bezig met onze badkamer en daar zit ik dan boven in mijn studiootje. Dus ik dacht, ik ga hier even zitten, want ik wou iets met jullie delen. Gisteravond heb ik er aan mijn stuurzoom gedaan. En ik vertelde daarin dat ik eigenlijk zie dat de energie heel rustig is. De Schumann is rustig, tenminste, dat was gisteravond zo. Ik heb nu net even niet gekeken. Ook handig, hè? Nou, het is een beetje wit. Je moet ook niet gelijk met een klein beetje wit in paniek raken, hè? Dat is niet de bedoeling. Het is gewoon heel goed om te relativeren. En de afgelopen 3 dagen waren we gewoon heel rustig. Dus nu krijgen we wat actie. Dus op zich prima. De zon die is rustig, de KP-index die zou vandaag, de verwachting was dat vandaag er wel een kleine storing zou kunnen komen, maar die is nu al weg. Het is KP3, het is prima. Dus technisch gezien zou met de zonnevlammen ook heel rustig, kleine M-klasse, wat C-klasse, daar raken wij niet van verstoord op aarde. God, zegt iemand tegen mij, maar Klaske, nou kan je dat wel zeggen, hè? Dat die energie gewoon helemaal prima is. Alleen ze voelt het helemaal niet. En daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. Zo voelt het namelijk niet. En waardoor komt dat dan? Nou, daar zijn een aantal redenen voor waardoor onze energie als mensen hier op aarde en onze dieren merken dat ook, dat die wel verstoord is. Onze energie wordt verstoord doordat wij zien en voelen eigenlijk. Ik had net met de monteur er ook over. Goh, heb je wel eens ergens dat je geen muziek mag draaien? Ja, was wel eens geweest. Maar ja, hij zei, dan raak je ook zo verstoken van het nieuws. Dat is ook zo. Maar dat zeg ik tegen jullie wel eens. Doe alles maar eens uit. Maar het is je wel heel goed om je bewust te zijn van wat gebeurt er in de wereld. En dat je best wel even mag afvragen waarom er zoveel kinderen plotseling uit ramen verdwijnen en komen te overlijden. Mag je best wel even je vraagtekens bijstellen. En het kindje van vorige week is dus overleden. Dat zijn best wel bijzondere dingen. En ja, dat heeft met. Dat heeft ook best wel met NPC's te maken. Ja, non-player characters, jullie weten de term. Hè? Weet je het niet? Laat me weten, dan kan ik even jullie nog het filmpje delen. Ik heb een aantal filmpjes daarover gemaakt, over non-player characters, NPC's. Dus die energie is best wel heel onrustig. Zeker nu alle scholen en het werk, alles weer gaat beginnen. We gaan richting 9-11. En in die tijd was die computer en nog die kon aangeven dat er iets in de wereld ging gebeuren en dat ze aan de energie van de mensen konden meten dat het iets heel intensiefs zou zijn, maar ze wisten niet wat en waar en hoe. Nou, die energie, als je nu zou vergelijken met de energie vlak voor 9-11, dan was die energie zo, en dat was al torenhoog, en nu is die door het dak. Dus de energie op de aarde is ontzettend hoog. Ondanks dat er dan geen zonnevlammen van noemenswaardige kwaliteit zijn. Ondanks een KP-index die prima is. Ondanks een Schumann die prima is. Ondanks de komende nieuwe maan dat de energie ook prima is. Is toch de energie heel hoog. En dat klopt als een bus. Want we staan niet aan de vooravond, dat zou ik zeggen. Nee, we zitten middenin die transformatie van ons als mensheid. Over 50 jaar gaan ze terugkijken. Hè? Weet u nog wat ik zei? Daar zei ik, het is een onzichtbare oorlog waar wij in zitten. Maar over 50 jaar kijken ze terug en dan zeggen ze, wat was dat een bepalende, beslissende tijd? Mensen hadden het helemaal niet door. Ja, jullie wel. Wij wel. We hebben wel door dat dit de tijd is van de transformatie. Wij weten dat onze hele maatschappij er anders gaat uitzien. Dat voelen we. Dat ervaren we. Dat zien we. Ik mag niet aan mijn scherm zitten.
Wij zijn ons ervan bewust dat we in zo'n tijd leven waarin er grote veranderingen plaatsvinden. En dat is heel goed dat je daar bewust van bent. Alleen, gebeurt. Ik moest even een slokje water. Alleen is het ook zo, je bent je er bewust van en daardoor weet je het ook. Op het moment dat je er onbewust van bent, heb je er ook geen last van. Hoe mooi is dat? Dus soms kan je ook nog heel onbewust door die transformatie gaan. Soms weten mensen het niet en dan hun onderbewuste weet het wel. Soms weten de mensen het bewust en gaan ze het bewust uit de weg. Soms weten ze het onbewust wel. Maar in hun bewuste doen ze er niks mee. Dus dat zijn allemaal gradaties waar iedereen in zijn of haar leven anders op reageert en anders mee omgaat. Want het is wel de bedoeling dat wij op een leuke, goede, gezellige, mooie manier door deze tijd gaan. Maar dat lukt niet altijd. Er komen soms uitdagingen op je pad die je niet voorzien hebt. Uitdagingen in je lichaam, uitdagingen op je werk, uitdagingen in familie en vrienden. En we maken dat allemaal mee op dit moment. Iedereen, niemand uitgezonderd. Zoals jullie weten, heb ik dat ook. En het is maar net hoe ga je met die uitdagingen om? En dan helpt het dat je weet dat het een matrix is. Het is hier een leerschool. Dit is waar jij leert, waar je verblijft. En op het moment dat het klaar is, dan ga je naar huis. Alsof je op vakantie bent. Alleen dit is wel een leervakantie. Dit is een werkvakantie. En ondertussen, onthoud dat het een vakantie is. Ondertussen mag het ook leuk zijn hier op aarde. We mogen ook leuke dingen. Het mag gewoon ook leuk zijn. Ik mag gewoon ook blauw haar hebben. Er is niemand behalve mijzelf die dat bepaalt. Zelfs al zou Peter tegen mij zeggen: wat heb je nou weer? Ja, heeft u. Dan keek je maar en dacht: oh. Maar dat vindt hij ook leuk. Dat is ook de uitdaging. Dat is ook leuk. Soms dan zijn mensen ontzettend serieus. Echt gigantisch serieus. En dan slaan ze door in serieus met de nieuwe wereld bezig zijn. Of serieus met alle berichten. Of serieus gewoon in de maatschappij waarin ze leven en denken dat die de waarheid is. Dat mag allemaal. En toen had ik dus 2 weken terug, vorige week 2 weken terug, had ik een smiley. Ik doe nu smiley stickers op mijn pakketten en je krijgt een paar smiley stickers erbij. Dat is leuk. Dat is een grapje. Zo is het leven ook bedoeld, hè? Het mag ook wel eens grappig zijn. Het mag ook wel eens met humor zijn. En daar, nou, ik had een hele discussie op Facebook. Hoezo dan? Waarvoor zou je dat doen? Serieus. Waarvoor zou je zo'n smiley sticker plakken? Waarvoor zou je geen humor hebben? Moet het allemaal serieus? Juist wanneer er humor is, kunnen dingen heel goed verwerkt worden. Ik weet het nog wel met het overlijden van mijn vader. Dat wij op een gegeven moment s'avonds aan de tafel zaten met het hele gezin. En dat we ook lachten om wat er gebeurde. Dat we ook de mooie, leuke, humorvolle dingen gingen benoemen. En dat dat ook mag. We mogen ook lachen. We mogen gelukkig zijn. We mogen ook soms dingen even met een korreltje zout nemen. En denk eraan, niet alle berichten zijn waar. En dat geldt voor en de NOS en de RTL. En Telegram. Ik heb gisteren weer een bericht die had, volgens het kanaal van Julian Assange, dat de Macbeths er kwamen en dit en dat. En ja, meisje, de bericht is al 4 jaar oud. Dat wordt dan weer opnieuw geplaatst. En heel veel mensen denken, oh, dat is echt. En dat begrijp ik, want zo wordt het ook geplaatst. Alleen, omdat ik al een aantal jaren op Telegram zit, zie je het, dat je denkt van, oh ja, neem eens nou het bericht. Die heb ik al zo vaak voorbij zien komen. Dus denk daaraan. Wat wel heel bijzonder was, is dat Fox News op geen moment tussen een bericht hebben ze een hele lange tijd, minutenlang, dat is heel lang op de televisie, een foto van
dubbele foto. Aan de ene kant Trump en aan de andere kant Lady Diana. Het is vandaag de geboortedag van Michael Jackson. Laten we heal the world, laten we de Earth Song, laten we alles gewoon lekker delen van hem. Ze straks was op Radio 10, die snapte er ook echt helemaal niks van. Ja, hij is in zijn tuin bezig, zo leuk die Michael Jackson met Earth. Dan denk ik, dan heb je dus nog nooit naar de tekst gekeken en al helemaal niet naar de videoclip. Dus dat zijn wel hele mooie dingen die je. Oh ja. Ze straks was, we hebben lekker de radio hier aan. En het was Everybody Wants to Rule the World. Ook zeker niet deze, die monteur, ik ook niet. Kijk, dat vergt ook wel heel veel energie en kwaliteiten om de hele wereld te kunnen regeren. Gelukkig hebben daar meerdere mensen voor, waarin dus Trump wel het voortouw neemt. Trump is op dit moment wel belangrijk. Alleen iemand vroeg mij op ook. Heb jij de andere berichten over Trump ook gelezen? Ja, ik weet het allemaal. Van Maarten Vrijland berichten, die lees ik. Robert Jensen zie ik. Ik kijk op Telegram naar een aantal mensen. Ik kijk buitenlandse mensen. Op dit moment iets minder, omdat we hier met de verbouwing zitten. Monkeyworks heb ik vanmorgen nog even gehoord. Ik dacht, ik moet Monkey even horen. En die zegt ook, het is heel onrustig met het militaire. Vliegbewegingen, zeker vanuit de ne Nederlands, vanuit de Nederlanden zou ik zeggen. Vanuit de Nederlands, ja, het zijn de lage landen, hè. Dus dat is echt wel zichtbaar, dat er op militair niveau echt heel veel aan de hand is. Een bericht wat gedeeld werd op Telegram was dat de Pacific, daar waren geen Amerikaanse fregatten te vinden. Dat was heel bijzonder, dat er gewoon een zee was waar de Amerikanen niet waren. Nee. Want ze hebben en weinig geld en alles gaat naar het Midden-Oosten toe. Dan had je nog de F-16 die neergeschoten zou zijn. Daar komen veel meer berichten zometeen. Binnenkort komen er heel veel berichten dat straks dan komen ze erachter dat al die F-16's, maar het waren ook onervaren piloten. Daarom moeten piloten ook zo lang studeren om een F-16 te kunnen besturen. Want ja, nu vallen ze gewoon bij bosjes uit de lucht. Dat is wat ze jullie willen laten geloven. Want via speciale intel. Ik heb het ook niet op Telegram zien voorbij zien. Ik lees ook niet alles, hè. Misschien heb jij daar wel een bericht van gelezen. Maar ik weet van een insider uit de marine. En niet die een andere insider van die. Ja. Het gaat allemaal via. Nou ja, dus Rusland en Oekraïne zijn echt ontzettend bezig. Nou, en wat is het dan leuk als al die F-16's gewoon op een rijtje staan. Poep, 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 poep. Die kunnen de lucht niet meer in. Tenminste, dat was de intel. Nou ja, als je de RTL gelooft, dan is eentje uit de lucht geschoten. Nou, er volgen nog veel meer. Want ze moeten dus wel een plausibel verhaal hebben aan jullie. Nou ja, niet aan jullie, want jullie snappen het. Goed, wat hebben we nog meer achter een meisje van 1 jaar uit die, hè? Er zijn zoveel kinderen die op dit moment uit het raam worden gegooid. Wat ik nog meer las net op RTL, want er zijn ook heel veel van jullie die kijken niet naar het nieuws. Dat is toen ik mijn lezingen in 2006, 7, 8 en daarna nog een paar lezingen. Dan gingen mensen, oh nee, we lezen het nieuws niet. We komen bij jou en dan horen we het nieuws. 7500 mensen die wachten op een hospicebed. Een hospice is een plek waar mensen op een huiselijke, rustige manier kunnen sterven. Er is een tekort aan hospicebedden. Of zou je het kunnen omdraaien? Zijn er te veel mensen die komen te overlijden? Ja. Het kabinet gaat praten over de verlenging van de regeling vroegpensioen. Nou. Het is absurd dat mensen nu zo lang moeten doorwerken. Ik zie de gevolgen al. Hè? En dat heeft nu met gevolgen te maken met mensen die 65 zijn, 66. Die mensen die hebben lang genoeg gewerkt. Moet je 45, 50 jaar bij een baas werken? Vroeger was 40 jaar, moet je bij pensioen. En wat zou het mooi zijn dat we die mensen kunnen gebruiken voor hun kennis
dat ze die mogen inzetten om de jonge generatie te onderwijzen en te begeleiden. Ja, dat is de transformatie van de wereld, hè? Even kijken hoor, wat hadden we nog meer? Was nog, maar ja, het verkeer is ook verschrikkelijk op het moment. Ja. Dus er gebeurt echt van alles. We kunnen niet de vinger wijzen naar de zon en de Schumann. Het is gewoon wij als mensen zitten in die transformatie. En wat helpt is dat je voor jezelf de tijd neemt om even in de zon te zitten. Heb ik van de week ook gedaan. Het was dinsdag, was zo'n 70 dag. Och, man, man, man. Ik was echt. Ik had gewoon mijn dag niet. Ik was ontzettend moe. En er gebeurde natuurlijk ook heel wat. En hij moest maandag heel hard de vloer eruit trillen. Sterk Peter. Ik zei, kon ik ook wel gewoon alles. Ja, Peter zegt ook, het is allemaal frequentie. Het trilt allemaal, het doet allemaal. Het gebeurt wel allemaal. Dus ik was echt. Nou. En toen ben ik in de tuin gaan zitten. En ik heb mijn boeken bijgenomen. Ik dacht, het is allemaal goed. Laat allemaal maar even. Ik ga gewoon even lekker mijn ding. Nou, dat heeft geholpen. De volgende dag was het al een stuk beter en ben ik lekker gestrijken aan de eerste module voor de NLP-opleiding. Die is helemaal af. Oh, ik heb zo leuk. Jullie weten dat ik het grafisch ook heel mooi ga vormgeven, maar ik heb zelf tabelletjes. Dat had ik al aan. Een gekleurde piramide heb ik. Ja, een piramide. Ja, soms is dat handig om dat even in de piramide. Een piramide is op zich niet fout, hè? Behalve als je verkeerd gebruikt wordt. En dat is zo met heel veel symbolen. Andere gekleurde blokjes om. Ik vind het gewoon heel leuk dat het inzichtelijk is. En dat het leuk en overzichtelijk is. Dus ik was trots op mezelf. Ik heb hem nu klaar en nu dacht ik, ik ga even filmpjes maken. Hij maakte daar wat lawaai. Dat moet heel mooi worden. Kijk, ga ik jullie even laten zien. Maar het is leeg hier. Ja, ook de kast is leeg. Daar staan tegels. Nou ja, het is maar niet leeg genoeg om te gaan verven. Ja, verven zou ik wel kunnen doen. De gordijnen moeten er even voor weg. En schuren en ja, dat de kozijnen zou kunnen doen. Maar ik wou eerst deze eerste module, want dat is ook voor mij weer een hele stap hoor. Het lijkt wel alsof ik alles heel makkelijk doe, maar dit was voor mij ook wel dat ik dacht van, oh, nou, het is gelukt. We gaan lekker een weekend vieren. En ik hoop jullie ook. Doe gewoon lekker alles uit. Ga selectief zijn wat je ziet. Dus weet. De energie hoeft vanuit de technische kant helemaal niet zo ernstig te zijn. Wij als mensen maken een transformatie door. Dus die energie is heel hoog. Nou, helder kan dat heel mooi duiden vanuit de astrologie. En zo hebben Marlies Govers heb ik ook gedeeld van de week. Hilde Heijn deelt van een aantal. Die deel ik dan ook weer op Telegram. Dat is gewoon ook. Als je even denkt van ik wil even wat inspiratie. Of ik wil even. Nou, ben ik nou de enige die die energie nou zo vervelend vindt? Nee. Goed blijven eten. Je zouten nemen. Natuurlijk zout. Geen natriumchloride zout. Bruine suiker. Hè? Gewoon rauwe rietsuiker. Geen witte suiker. Dat is. Er was een filmpje op Telegram. En die liet dat ook heel mooi zien. Dat het door. Botten gaat om gezuiverd te worden zodat het wit wordt. En of er wordt chloride aan toegevoegd. Dus dat is chemisch suiker. Dus ja, dat zijn van die kleine. En natuurlijk, we krijgen het genoeg binnen hè, in het eten. Want als je komt, ze noemen dan een Toblerone, ja, die eet ik niet. Maar daar zit het ook in. Dus je kan alles wel tegengaan. Maar je mag ook nog van het leven genieten. Wel, je doet het wel in plaats van niet. Ik heb ook een portemonnee. Ja. En geen nee. Nou ja, dat soort dingen. Dus doe je voordeel ermee. Ga het leven fantastisch maken. En als Telegram en alles een beetje te veel is, dan doe je het lekker uit. Maar blijf wel bewust van wat er zich op het grote toneel afspeelt. Vanaf volgende week gaat er nog veel meer gebeuren. Neem je rust. Neem je zoutjes. Neem je vitamines. En geniet van nu. Jij bent hier wel, hè?
Ik ook, jij ook. Wij zijn hier als mensen deze geschiedenis aan het maken. Wij zijn de geschiedenis voor de toekomst. En wat willen ze? Wat wil jij dat onze toekomstige bewoners van de aarde, ik zeg bewust ook geen kinderen, want wellicht heb jij helemaal geen kinderen. Dus wat wil je dan je kinderen meegeven? Dat is knap lullig. Als je geen kinderen kon krijgen en wel graag wou. Wat zou jij de mensen van de toekomst willen vertellen over deze tijd? Schrijf dat eens op. Dat is belangrijk. Ik wens jullie een fantastisch weekend. Morgenochtend hoop ik filmpjes te maken in mijn studiootje voor september. En de positieve dagberichtjes. Gaat vast lukken. Ik wens jullie een mooi weekend en tot september. Dag allemaal.